that beat. Let's see how we're gonna do this. Mijn vader leerde me dat ik er altijd verzorgd uit moet zien. Ik moet me goed kleden en schoon zijn. Hij vertelde me dat als mensen je uitschelden voor vieze neger en jij niet vies bent, je zeker weet dat zij racisten zijn. Zij zijn dan de vijand. In mijn serie The Spirit of Collection zijn vergeten verhalen, objecten en personages de hoofdpersonen. De meeste van hen zijn in hun originele materiële vorm al verdwenen, vergaan of vernietigd, maar hun spirit leeft voort in de folklore en volksverhalen. Mijn kunstwerken geven hen weer een eigen tijds en materiële vorm die de agency, de verbeeldingskracht en het zelfvertrouwen van hun oorspronkelijke karakter laat zien. De hoofdpersonen stammen uit een tijd dat ongelijkheid en vrijheid nog bevochten konden worden. Ik sta daar misschien een beetje anders in dan andere mensen, maar mijn vader heeft me altijd heel erg opgeleid om deze maatschappij aan te kunnen, zeg maar. En dat deed hij altijd als we alleen samen waren. Weet je, anders was het altijd gewoon gezellig. En gewoon, maar af en toe isoleerde hij me eventjes en zei hij van, hey, je moet er schoon uitzien, want anders gaan je... dan is dan de vijand. Dus ik mocht... Hij heeft eigenlijk me vanaf jongs af aan verteld dat je mag verzetten tegen dingen, dat je ook een vijand mag hebben, zeg maar. Het hoeft niet altijd allemaal gezellig te zijn. Kijk, het is, je moet voor jezelf opkomen en dat soort dingen. En het zit eigenlijk ook al in mijn naam. Ik signeer altijd met R.A. Dat is Richard Ampadu. Ik heet eigenlijk Richard Kofi. Die Ampadu, daarvan zei mijn vader dan op latere leeftijd van, als je Afrikanen tegenkomt, stel je voor als Richard Ampadu. Zonder vraag. Dat... Ik kon zelf niks terugzeggen, zeg maar. Nee, je moet je zo voorstellen. En daarmee heeft hij me eigenlijk toegang gegeven tot een hele ideeënwereld die ik anders niet zou kennen. En ik merk dat van best wel wat mensen met een dubbele nationaliteit of met ook een afkomst van ergens anders. Het is makkelijk om iets daarvan te verliezen. Met dat heeft hij me toch enigszins geprobeerd om... Om mij die toegang te geven. Dat ik in ieder geval die naam heb om een soort van codewoord van het is kort erbij, weet je wel. Nou ja, allemaal van dat soort dingetjes zijn heel erg belangrijk. En daar pluk ik de vruchten van. En dat heeft ook heel erg veel invloed op op mijn serie. Ook dat je... Weet je, de mensen die ik maak, dat zijn niet echt helden of zo. Ik bedoel, dat zijn gewoon personages die heel erg veel betekend hebben in een bepaalde tijd vroeger. En hier horen we natuurlijk alleen maar het eurocentrische perspectief. Hè? De eurocentrische helden, wie wat voor Nederland gedaan heeft, bij wijze van spreken. Maar dat is altijd in strijd geweest met heel veel anderen. En niet om daarmee het Nederlandse per se te disqualificeren, maar liever wat complexer te maken door ook die andere kant te laten zien. Probeer ik gewoon meer te laten zien dat er meer is dan alleen maar deze geschiedenis. En dat er bijvoorbeeld meer is dan alleen maar het koloniale verleden van Nederland en het slavernijverleden van Nederland. Maar dat is ook een heel verhaal dat zich ook in diezelfde landen afspeelt als waar wij dan mee raken. Alleen die een heel ander verhaal, een heel andere kijk hebben. En dat vind ik leuk om daarmee te spelen. En ik maak dan portretten daarvan of ik geef... een nieuw beeld bij objecten die bijvoorbeeld vergaan zijn of kapot zijn of die in de depot staan van museum. Ik geef dan mijn eigen draai. Om ze gewoon... Want ik voel dat ik dat mag doen of zo op de een of andere manier. Gek is dat, hè? Ik heb geen idee. Ja, daarom signeer ik met R.A. Richard Ampadu, niet Richard Kofi. Ik heb het idee dat Richard Ampadu dat mag doen. Ja, fantaseren met het Afrikaans of het anticoloniale. Dat een beetje mijn...
toegangspas is tot die manier van denken. Ik ben Richard Kofi, ik ben 30 jaar beeldend kunstenaar, tentoonstellingsmaker. Ik doe van alles. En de serie waar ik nu druk mee bezig ben is The Spirit of Collection. Een serie aan tekeningen die het verhaal vertellen van gevallen of vergeten verhalen, vergeten spirits, vergeten personages, vergeten historische personages. En daar geef ik dan een beetje mijn eigen draai en ik probeer hen een soort nieuw lichaam te geven in het heden. Dus ze zien er eigen tijds uit, maar hebben ergens in hun uitstraling zit iets wat heel klassiek en authentiek weer lang geleden is. En ik probeer die een beetje vergeten geschiedenis weer op te raken en het weer een plek te geven in het heden. Like that, y'all. And it don't stop.